Voetbalvereniging KMD in Wateringen is de eerste club in onze regio waar walking voetbal kan worden gespeeld. Bij deze vorm van sport mogen spelers alleen wandelen. Rennen en slijdings maken is niet toegestaan. Om de sport te introduceren is zaterdag een demonstratietoernooi gehouden. Op het complex aan de Heulweg waren oudspelers van onder meer ADO Den Haag, Ajax, AZ en Feyenoord. Er is bewust voor deze nieuwe tak gekozen. Ja, bij ons hebben wij een beleidsplan opgenomen dat wij een club voor het leven zijn. En je bent een club voor het leven als je vanaf je geboorte tot en met een respectabele leeftijd aan de vereniging verbonden bent. En deze categorie 60-plussers die past fantastisch bij KMD. Bij 286 verenigingen in ons land is het mogelijk om walking voetbal te spelen. KMD is nu de eerste club die walking voetbal aanbiedt. En de komende weken gaan we datzelfde opstarten bij Westlandia. Excelsior Maassluis gaat ermee in de slag. En ook MVV is vandaag te gast om te kijken wat walking voetbal is. Belangrijk vind ik altijd is het bewegen in het spel. En vooral na afloop en ook tijdens het spel, de sociale contacten. Want je weet hoe ouderen zijn, hoe meer ouder ze worden, hoe vereenzamen ze meer. Dat is gewoon zo. Er is veel belangstelling. In de afgelopen maanden zijn er 12 aanmeldingen geweest. En de afgelopen week zijn daar nog eens 4 bijgekomen. Dus wij kunnen starten met 2 teams. Ben Wijnstekers was zaterdag ook van de partij. Hij is voormalig international en als trainer nog steeds actief in het voetbal. Het is even wennen, want ik heb nog steeds een neiging om te rennen zoals iedereen. Het is natuurlijk geweldig dat op deze manier ook wel oude mensen kunnen sporten. In ieder geval ook met het voetbal bezig kunnen zijn. Dus op zich prima en hartstikke goed dat jullie dat georganiseerd hebben. Binnenkort starten de trainingen op dinsdagmiddag. Als er genoeg clubs zijn, kan er een competitie worden opgestart. Harder, Kees, harder!